Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Vandaag is het weer tijd om stuiterplaneten te maken. We gaan er weer eentje maken met deze Cosmos set. Sparkline, cool and clever. Het gaat dus glitteren. We hebben al eerder twee stuiterballen gemaakt. En vandaag ga ik weer eens verder. Ik ga mijn eigen stuiterplaneet maken en kijken hoe die eruit ziet. Ik wil Galaxy stuiterballen maken. En we hebben 6 kleuren. Dit zijn van die kristalkorreltjes. Natuurlijk moet je dat niet in je mond stoppen of in je ogen. Helemaal niet. Alleen om stuiterballen te maken. Ik ga die kleuren gebruiken. Deze 3. Voor 1. En de andere 3 ga ik voor een andere stuiterbal gebruiken. Ik ga hiermee beginnen. Zo. Het zakje is al open en dit doe ik dan in het vormpje. Zo. Dat is die kleur. Dan die paarse kristalkorreltjes. En als jullie nog meer video's willen zien, abonneer je dan op het kanaal. Zo. Misschien een beetje meer van paars. Oké, dan hebben we die kleuren gebruikt. Dan gaan we verder met oranje. En we hebben zometeen nog warm water nodig, zodat de stuiterbal ook hard kan worden. En dan zie je die gaatjes, zodat het water er ook weer uit kan lopen, of juist erin. Nog een klein beetje. Nog een beetje. Zo, nu was het een beetje te veel juist. Maar dat geeft niet. Dat moet genoeg zijn voor nummer 1. En nu gaan we die in het warme water doen. Hier hebben we het warme water. Dan kun je het er gewoon in leggen. En het vormpje dat vult zich vanzelf met water door die gaatjes. Dus dat blijft hier dan eventjes staan voor 5 tot 10 minuutjes. En ondertussen kunnen we de andere stuiterbal vullen. We gaan beginnen met de kleur geel. Nou, dat wil niet zo. Ik haal de plakband er even vanaf. En dan proberen we het nu nog een keertje. Ik wil een heleboel neongeel. Dat vind ik denk ik wel leuk. Misschien nog een beetje meer. Zo. Oké, dat was geel. Dan gaan we over op groen. Dit gaan wel coole stuiterplaneten worden volgens mij. Beetje groen. Oké, dat moet ook wel genoeg zijn. En dan nog een beetje blauw. Hup. Daarin. Zo, dat ziet er nu goed uit. Ik denk dat we nog eventjes wachten en dan kan ik die andere erin doen. Dus even kijken.
Eerst eens kijken hoe die eruit ziet. Dan gaan we deze eens bekijken, de eerste stuiterbal. Zit een beetje vast in de vorm. Ja, kijk, daar heb ik hem. Hier is die. Ik vind het een super ding geworden. Hij moet natuurlijk nog even drogen, maar dan hebben we een echte stuiterbal. Kijk maar naar de kleuren. Die vind ik heel erg mooi. Nu gaan we wachten tot deze droog is. En nu zou ik zeggen, dan gaan we die groene in het warme water doen. Die. En daarna hebben we twee stuiterballen. Nummer 2, die zit nu ook in het warme water. Al een tijdje. Die ga ik er even uithalen. En kijk, hier is stuiterbal nummer 2. Ik vind de kleurencombinaties heel mooi geworden van beide stuiterballen. En deze is eigenlijk bijna perfect. Hij stuitert nu al super, maar hij is natuurlijk nog heel erg vochtig. Wel super mooie kleuren. Nu ga ik nog even wachten tot ze droog zijn, maar dit ziet er echt cool uit. Dit zijn nu de stuiterballen. Kijk hier maar naar. De ene is al best wel droog, die andere is nog een beetje plakkerig, maar ze stuiteren allebei al. Dat is natuurlijk wat ze moeten doen, dus dat is dan in ieder geval geslaagd. Die korreltjes die werken dus wel heel goed en het is natuurlijk erg makkelijk. Heel cool. Hier heb ik dus roze, paars en oranje en deze vind ik al helemaal mooi, dat is de neonplaneet en dit is de... Geen idee, planeet. Wat vinden jullie ervan, van deze stuiterplaneten? Je kunt hier hartstikke mooie en heel veel stuiterballen mee maken. Vind ik hartstikke leuk. Laat maar weten wat je ervan vindt. Dan zien we elkaar de volgende keer. Duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!